Nog geen half jaar geleden lanceerde DJI de DJI Mavic Mini. De kleinste telg uit de Mavic-serie en tevens de kleinste drone die ze ooit gemaakt hadden. Onder de 250 gram, wat ook heel erg interessant is met de nieuwe Europese wetgeving. Maar er waren toch ook wel een paar puntjes van verbetering en blijkbaar was DJI dat ook met ons eens. Want nog geen half jaar later lanceren ze de DJI Mini 2. En daar gaan we vandaag naar kijken. De DJI Mini 2 heeft allereerst een kleine naamswijziging gehad, want het woordje Mavic is volledig uit de naam verdwenen. Dat is iets wat we de laatste tijd steeds vaker bij DJI zien, want ook met onder andere de Ronin en de Osmo Pocket zijn het woordje Ronin en Osmo uit de naam verdwenen, om het lekker kort te houden. We hebben vandaag de Flymore combo van de DJI Mini 2 en we gaan even kijken hoe die geleverd wordt, wat er allemaal bij zit en tevens die Mini 2 even naast de originele Mavic Mini leggen. Zoals gewend wordt hij in een mooie witte doos geleverd met alle accessoires in één. En in tegenstelling tot de Mavic Mini wordt de Mini 2 niet in een hardcase koffertje, maar in een schoudertasje geleverd. Waar tevens alles in past. In dit schoudertasje vinden we diverse vakjes. Een ritsje aan de voorkant en een rits aan de bovenkant. In die bovenste rits vinden we 3 volledige sets reservepropellers, een setje reserve joysticks voor de afstandsbediening en een schroevendraaiertje om die propellertjes te kunnen vervangen, want die zitten met een klein schroefje vast. En als we dan doorkijken, dan zit in het hoofdvak uiteraard het toestel zelf. We vinden daar de afstandsbediening. We hebben een charging hub met 2 extra batterijen, de derde zit in het toestel. We hebben een USB oplader en de USB kabel daarvoor. 2 verschillende kabeltjes om je smartphone op de afstandsbediening aan te sluiten. En uiteraard het gebruikelijke doosje met de boekjes van DJI en onder andere de Quick Start Guide. Nou, de kabeltjes spreken natuurlijk redelijk voor zich. Die gebruik je om je smartphone aan te sluiten op de afstandsbediening. De USB lader gebruik je of met de USB kabel om het toestel op je computer aan te sluiten, of in combinatie met de lader om je afstandsbediening aan te sluiten, of in combinatie met de charging hub om de charging hub en de daarin zittende batterijen op te laden. En die charging hub die doet tevens dienst als powerbank met de USB die daar op de zijkant zit. Qua afstandsbediening is er wel wat veranderd. Het is een heel ander model dan we van de Mini 1 kenden en hij lijkt eigenlijk heel erg op die je nu bij de Mavic Air 2 krijgt. Deze grijze afstandsbediening heeft als grootste verschil dat aan de bovenkant je telefoon zit, waarbij de originele mini remote aan de onderkant je telefoon zat. Dus dat zit net op een andere plek. En daarnaast draait deze ook volledig op OcuSync, net als de nieuwste Mavic Air en Mavic 2 series. Hier aan de bovenkant schuif je hem uit, daar zit een klem in waar je je telefoon in kan doen en tevens zit in dit stukje de kabel voor je telefoon ingebouwd. Aan de voorkant hebben we natuurlijk de joysticks waarmee je kunt vliegen met de knoppen om de remote aan en uit te zetten, de LED-indicator en de return-to-home knop. Ook de flight mode schakelaar bevindt zich in het midden. We hebben 2 functieknoppen en een fotoknop aan de zijkant. Aan de bovenkant, los van de antenne en de telefoonhouder, vinden we een wieltje om de camera mee te bedienen en de knoppen om foto-video te starten. Aan de achterkant vind je een ventilatierooster en aan de onderkant vind je een plek waar je de 2 joysticks die je eraf kan schroeven in kwijt kunt en de USB-C aansluiting om de afstandsbediening op te laden. En als laatste natuurlijk de Mavic Mini zelf, of eigenlijk de Mini 2. En wat in de verpakking opvalt is dat daar een extra beugel tegenwoordig bij zit. Dit kapje hier aan de bovenkant gaat om het toestel heen. En die zorgt ervoor dat enerzijds de armen netjes bij elkaar blijven en anderzijds de propellers aan de onderkant netjes bij elkaar blijven en niet klem komen te zitten tijdens transport. De propellers zijn ietsje anders, hebben nu ook een mooie oranje markering erop. Maar in basis, in grote lijnen, ziet het toestel er qua buitenkant en qua mini eigenlijk wel hetzelfde uit. We hebben hetzelfde formaat, hetzelfde soort armpjes, de layout is hetzelfde. Maar er zijn toch een paar kleine dingetjes anders. Ik haal even alle stickertjes eraf, zodat ik hem kan openklappen. Zo.
En dan pakken we de Mini 1 er eventjes bij om die twee naast elkaar te vergelijken. Zo. Nou ja, als je ze zo naast elkaar ziet, dan zie je eigenlijk dat de afmetingen hetzelfde zijn. En dat qua looks het toestel eigenlijk vrijwel hetzelfde is. Maar er zijn een aantal dingetjes die aan de buitenkant opvallen. Wat ik net al noemde, de kleur van de propellertipjes. De propjes zijn net een fractietje anders. Maar de oude hadden een grijs streepje en deze hebben een mooi oranje streepje. Aan de bovenkant zie je eigenlijk verder geen verschil daarin. Gaan we dan naar de voorkant kijken, dan zien we uiteraard dat de tekst op de armen anders is. Maar dit ventilatieroostertje wat hier voorin zat, dat is bij de nieuwe Mavic Mini is dat een roostertje wat ook echt voor ventilatie is. En bij de oude was dat gewoon dicht. En tevens zien we bij de nieuwe Mini hier aan de voorkant, kijk of je dat zo kunt zien, zie je een streepje zitten. En dat is een statuslampje wat is toegevoegd in de neus. Nou, verder de camera, die ziet er even groot uit. Is qua dingen ook eigenlijk wel hetzelfde. Alleen wat wel opvalt is dat er 4K op staat, want de camera is namelijk geüpgrade qua kwaliteit. De sensor die erin zit is wel hetzelfde, alleen de processing erachter is heel erg aangepast, waardoor er dus nu 4K opgenomen kan worden en ook in een hogere kwaliteit en er tevens RAW foto's gemaakt kunnen worden. Nou, de armpjes en dingen los van de tekst erop ziet er eigenlijk vrijwel hetzelfde uit. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de onderkant. Je ziet de kleur van de status LED is een heel klein beetje doffer, maar dat zijn allemaal echt mini verschilletjes. En ook aan de zijkanten, het ventilatieroostertje en dingen zijn eigenlijk gelijk. Dus daar is geen verschil in. Ook de 249 gram die erop staat, staat erop. Dus dat is allemaal hetzelfde. Aan de achterkant hebben we wel een verschil. Namelijk dat de nieuwe Mavic Mini een USB-C poort aan de achterkant heeft. Dus dat is wel heel fijn, omdat nu de hele serie, zowel de hub, de afstandsbediening als het toestel op USB-C draait. En ook de batterij die erin zit is wel wat anders. Ik zal ze bij beide toestellen eventjes uithalen. Want waar de batterij van de originele Mini nog gebaseerd was op twee 18650 van die ronde batterijcellen, is de batterij van de nieuwe Mavic Mini gebaseerd op de standaard lipotechniek die we eigenlijk ook in bijna alle batterijen zien op platte cellen. Dus die batterij is ietsje anders. Qua formaat, als je ze zo naast elkaar legt, zie je daar niet echt een heel erg verschil in, los van de kleur. Hij vliegt er wel een fractietje langer door en de batterijen zijn daar dus ook niet uit te wisselen. Dus daar is wel even goed om op te letten. En die batterijen die worden natuurlijk meegeleverd met de charging cup die erbij zit. Dan zijn er ook nog een paar onzichtbare verschillen. We noemen net eentje al eventjes op basis van de camera. Los van het 4K-icoontje voor op de camera is er verder eigenlijk geen zichtbaar verschil tussen deze twee toestellen. Alleen de processing intern is dus wel een heel erg stuk veranderd, waardoor de kwaliteit die hij kan opnemen, de bitrate die hij kan opnemen en de foto's die hij kan maken van veel hogere kwaliteit zijn. Daarnaast is ook de videoverbinding verbeterd en dat is misschien wel de grootste verandering en misschien ook wel het knapste dat ze dat in dit toestel hebben gekregen, want ook deze DJI Mini 2 draait op het DJI OcuSync protocol. En dat is een protocol wat we eigenlijk alleen kennen uit de duurdere Mavic Air, Mavic 2 en hoger series. En dat zorgt ervoor dat het signaal A veel betere kwaliteit is en B ook een veel verder bereik heeft en veel minder storingsgevoelig heeft, wat ervoor zorgt dat je veel beter bereik hebt en verder kunt vliegen. De oude had een soort wifi signaal en dat is wel leuk, alleen dat houdt bij een paar honderd meter toch echt wel een beetje op, terwijl OcuSync makkelijk veel verder gaat dan dat. Dus dat is echt een gigantisch verschil en juist ook omdat die chips een stuk groter zijn, extra knap dat ze dat hierin hebben gekregen. En wat ook nog een klein onderhoudsverschilletje is, en dat heeft te maken met onder andere een combinatie van die andere propellertjes erop, is dat het toestel wat windbestendiger is geworden. Maar de Mavic Mini tot windkracht 4 ongeveer kon vliegen, kan de Mini 2 dat tot en met windkracht 5 doen. Dus ook die windweerstand is wat omhoog gegaan. Nou, alles bij elkaar is het denk ik qua uiterlijk geen gigantische upgrade. Dat hoeft ook niet. Maar eigenlijk aan de binnenkant zijn alle kritiekpunten die wij vaak hoorden op de Mavic Mini aangepakt. Het betere bereik, de betere camera, fractietje langere vliegduur en de betere windbestendigheid zorgen ervoor dat dit echt een fantastisch compact toestel is. Zeker ook in combinatie met de nieuwe wetgeving waarbij onder de 250 gram een heleboel meer mogelijkheden zijn dan dat nu het geval is. Dus het is absoluut een heel mooi toestel, super mooie aanvulling op de line-up en een prachtig toestel om mee te beginnen. Mocht je hier nou meer over willen weten of zo'n toestel willen aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.